leuk en ik vond het echt onwijs leuk weer. Ik vond het ook leuk. Hoe komen wat gaan we nou doen? Oh, naar de balie. Wacht even. Krijg je de deur open? We hebben al heel veel gedaan vandaag. Ik ga het voor de drempel. Ik heb het schoongemaakt en ik kom niet door de deur heen. Ik ben er doorheen. Ja. Past niet. Dus we zijn nog steeds aan het werk. Nu zie je het op de rolstoel draaien. Achter de balie. Ja. Het is heel druk. Zoals je ziet zijn we ook druk bezig. Ik denk dat het tijd is voor het winnende internetfilmpje. Vertel. Het is een heel leuk filmpje. Er zit een beetje agressie in, maar als je daar niet tegen gewoon, even een muurtje ogen dicht. Maar voor de rest, het is heel knap gemaakt en het is een animatie. Dus dat past mooi in ons animatie. Mooi in ons animatieprogramma. Animatie. Even kijken of ik deze mevrouw even wat kan vragen. Hallo, mag ik u wat vragen? Sowieso niet. Heeft u last van agressiviteit hier? Nee hoor. Helemaal niet, nooit wat meegemaakt, niks boze klanten, ruzie. Gekke mensen. Gekke mensen heb je altijd. Ja, precies. Zie ons twee. Nee, dus het is hier best wel een veilig en goed hotel. Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Dan denk ik dat het tijd wordt dat we gaan kijken naar het winnende filmpje. Het heet Stickfight. Ja, Stickfight. Van Roland. En dan gaan we nu even naar kijken. Gefeliciteerd. Zit jij nou thuis te kijken en je denkt, nou, dit vind ik een erg leuke tas en die wil ik ook hebben? Ik wil hem hebben. Nou, dan moet jij dus een filmpje gaan maken en deze uploaden naar de Villa-site. Oké, ga ik doen. Je kan tevens ook meedoen aan de CineKid-wedstrijd, waar je ook hele leuke prijzen kan gaan winnen. Dus waar wacht je op? Stuur je filmpje op naar de Villa-site. Ik wil die tas denk ik wel hebben. Dus zullen we beginnen? Roland, voordat je hem krijgt, weet je nu waar die heen is gegaan? Michelle is ermee vandoor. En terwijl jullie gaan kijken naar Keepvogel, proberen wij nu deze tas te kapen. Zonder dat iemand het door heeft. In zijn achteruit. Ik dan. Dus jullie gaan nu kijken naar een dubbele aflevering van Keepvogel. En wij zijn er zo, denk ik, misschien weer. Hier. Keepvogel!